En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mocht je mij al wat langer volgen en wellicht mijn weekvlogs kijken, dan heb je misschien gezien dat ik samen met mijn vriend ons huis een kleine makeover heb gegeven. We wonen hier nu bijna een jaar en we hebben onlangs de badkamer een makeover gegeven. We hebben inmiddels veel meer planten voor in huis. En vandaag nemen we de home makeover nog een stapje verder met producten van Xenos. Deze video is ook in samenwerking met Xenos en ik kan echt niet wachten om alle leuke producten aan je te laten zien. Je ziet al een aantal sneak peeks hier op de achtergrond. En wat super leuk is, ik heb een winactie gedaan op mijn Instagram waar ik mijn favoriete woonstijlen laat zien van de Xenos. Ze hebben namelijk echt super veel leuke lijnen en ik denk echt dat er voor iedereen wel wat tussen zit. Voor mij was vooral de thuisjungle en de verrassende eenvoud collectie heel leuk. En in die stijlen ga ik dan ook een makeover doen bij een van mijn volgers. Dat ga ik overmorgen doen. Maar mochten jullie benieuwd zijn naar wat voor items ik nog meer voor hier in huis heb, blijf dan zeker kijken. Ik dacht ik ga beginnen met de items die jullie op de achtergrond zagen. En het is meteen echt heel erg kaal. Maar het eerste item wat ik aan jullie wil laten zien is deze plantenpot. Alle linkjes staan in de beschrijving, want ik heb alles besteld via de webshop. En deze plantenpot hadden ze volgens mij ook met meerdere patroontjes. Maar ik vond deze persoonlijk het leukst. Vooral omdat ik hier in huis een beetje bezig ben met de zwarte meubels en de witte meubels te combineren. En alles een mooi geheel te maken. Nou, dit is natuurlijk zwart-wit. Dus dat leek me heel handig. En wat heel erg leuk is, is dat deze pot oorspronkelijk geleverd wordt met deze houtverhoging. Maar ik heb er toch voor gekozen om hoe ik hem daar gecombineerd heb. En de plek waar die staat, die eventjes niet inzetten. En ik zal laten zien waarom. Ik heb namelijk ook deze twee keramieke vazen besteld. En ik vind de kleuren echt super mooi bij elkaar staan. En het is toch weer wat anders dan het zwarte en het wit wat we hebben. Maar het past wel echt heel goed bij het interieur. Je kan er natuurlijk nog voor kiezen om er plantjes of bloemetjes of wat dan ook in te doen. Maar ik vond het gewoon wel heel cool staan zoals het net hierachter stond. Dat zal je straks weer wat beter zien. En dan dus gecombineerd met deze plantenpot. Dan stond hierachter op het tv-meubel nog dit nepplantje. En ik vind hem er echt super cute uitzien. En het potje heeft echt een beetje zo'n cement look. Wat ook weer past bij die keramieke vazen. En een hele mooie lamp die ik straks aan jullie ga laten zien. Maar ik vond het wel heel erg leuk om deze over het tv-meubel zeg maar te draperen. We hebben bijvoorbeeld hier ook een nepplant. En we hebben in huis echt een mix van echte planten en nepplanten. En dit vond ik wel echt een hele leuke toevoeging. Volgens mij heeft Xenos deze ook met wat punterige blaadjes. Maar ik vond het wel schattig dat deze een beetje op zo'n doperwtenplantje lijkt. Wat ik dus een beetje bij deze cement look vond passen, is deze super mooie lamp. En ik vind deze er echt zo duur uitzien, maar hij is echt super goed betaalbaar. En volgens mij was hij zelfs ook nog in de aanbieding toen ik hem kocht. Mocht je onze home tour hebben gezien, dan weet je misschien dat wij op onze slaapkamer zo'n lamp hebben. Gewoon als plafondlamp, zeg maar. Die hebben we met draad om de balk gewikkeld. En deze lamp lijkt er echt heel erg op. En ik vind hem er gewoon zo mooi en luxe uitzien of zo. En ik heb eventjes gepuzzeld waar ik hem het best vond staan in huis. En ik heb er dus voor gekozen om hem hier neer te zetten. En als je hem bijvoorbeeld zelfs op de bank tv kijkt of zo, dan geeft hij echt een super mooi warm licht. Maar niet zoveel licht als de plafondlampen die we hier hebben hangen. Gewoon meer van het sfeerverlichting. En eigenlijk wil ik meer van dit soort sfeerverlichting in huis. Maar dit is al een heel erg mooi begin. Ik ga dit weer allemaal eventjes terugzetten op hun plek. De items die ik net aan jullie heb laten zien in die stijlen ga ik overmorgen ook de woonkamer makeover doen. Maar ik heb ook nog een hoop andere leuke items mogen ontvangen. En niet alleen interieur. Maar we gaan even beginnen met een wel interieur item. En dat is deze super mooie grote ronde spiegel. Een beetje dezelfde als die hier achter hangt. Maar het leek mij super cool om deze op te hangen in de badkamer. Zoals ik zei, hebben we daar al een kleine makeover gedaan. Maar in deze huurwoning komt de badkamer altijd gewoon met zo'n super standaard rechthoekige spiegel boven de wasbak. En die is helemaal dik prima. Maar om het zeg maar nog wat persoonlijker te maken, leek het me heel cool om deze daarop te hangen. En Xenos verkoopt deze in meerdere maten. En ik heb gemeten, dus ik hoop dat dit de goede maat is. Volgens mij is dit de kleinste. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat passen. Mocht je benieuwd zijn, hou dan eventjes mijn weekvlogs in de gaten. Laten we dan maar meteen doorgaan naar het volgende item voor onze badkamer. En dat is deze super mooie badmat. Hij is gewoon helemaal wit zoals je ziet. Maar er is met een soort diepte gewerkt. En daardoor zie je van die super mooie monstera bladeren tevoorschijn komen. En wij hebben zo'n monstera plant op de slaapkamer staan. Elke plant ging altijd dood bij mij. Ook cactussen en zo. Maar sinds ik die plant heb, gaat het ineens goed. En kan ik voor allemaal planten zorgen en zo. En naast de echte planten en de nepplanten hebben we nu ook een badpad met bladeren. Eén item hier op de achtergrond heb ik nog niet aan jullie laten zien. En dat is de geurkaars die hier brandt. Daar had ik er namelijk 4 van besteld. Eentje heb ik al opgebrand. En eentje staat dus hierachter. En ik zag dat Xenos echt meerdere geurkaarsen heeft. Maar ik ben voor de zwarte gegaan. Omdat ik dat het mooist in het interieur vond staan. En ze ruiken naar firewood. En dat is gewoon een geur die ik echt mega lekker vind. Het ruikt een beetje alsof je naar een kampvuur zit. Maar het ruikt ook een beetje naar mannenparfum of zo. Ik weet niet precies. Ik vind het in ieder geval echt super lekker ruiken. En ik vind het super mooi uitzien. Vandaar dat ik er 4 had besteld. Alsof de geurkaarsen nog niet genoeg zijn, heb ik ook een aromadiffuser besteld. En ik heb al een aromadiffuser in huis. Maar het leek me leuk
om er nog eentje aan te schaffen. Zodat we er eentje hier in de ruimte kunnen zetten. En één in de slaapkamer. En ik heb hem al eventjes aangezet. En wat ook heel leuk is, maar misschien een beetje lastig is om aan jullie te laten zien. Dat gaan jullie denk ik niet zien. Is dat dit bovenste gedeelte een lamp is. En hij kan echt in heel veel verschillende kleuren aan. En zoals je ziet komt er dus waterlamp uit. En je kan er ook een paar druppels aroma bij doen. Zodat die geur zich heerlijk verspreidt. Maar voor nu heb ik er eventjes water in gedaan om het aan jullie te laten zien. Maar ik heb wel een geurolie besteld. Namelijk deze. De Californian White Sage Fragrance Oil. En zoals je verwacht heeft Xenos deze in meerdere geuren. Ik heb nog nooit Sally geroken. Maar dit ruikt in ieder geval echt heel erg lekker en fris. En dan gaan we door naar deze nep eucalyptusbladeren. Ik had deze gekocht voor het geval dat ik ze in die keramieke vaasjes wilde zetten. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Want het zag er gewoon iets te druk uit. Maar ik heb nog wel een andere vaasje waar ik ze waarschijnlijk in ga zetten. En Xenos heeft echt meerdere nepplanten. En omdat ik het online bestelde, wist ik natuurlijk niet precies hoe het eruit zou zien in het echt. Maar ik vind dit wel echt hele mooie nepbladeren. Ik zou denk ik niet deze hele bos in een vaas zetten, maar misschien één of twee takjes. Ik ga hier nog eventjes mee experimenteren. Maar ik ben hier wel heel erg blij mee, want een tijdje terug had ik hier een bos bloemen staan. Toen zei ik, oh, ik vind dat takje wat erin zit zo mooi. En toen reageerde iemand met, dat zijn eucalyptusbladeren. Dan gaan we door naar het laatste interieur item, maar het is ook wel een beetje een keuken item. En dat is deze houten plank. En ik verbaasde me er echt over. Over hoeveel houten planken die Xenos al niet verkoop. Ronde vormen, rechthoekige vormen, allerlei formaten. Ik ben dus uiteindelijk voor deze gegaan. En dit leek me heel erg leuk om te gebruiken tijdens bijvoorbeeld verjaardagen. Of als we hier een feestje hebben om eten heel mooi mee op te kunnen dienen. En dit leek me ook wel gewoon een heel erg goed formaatje. Het staat hier ook dat het een presenteerplank heet. Maar je kan hem natuurlijk ook heel leuk gebruiken om bijvoorbeeld kaarsen op te zetten. Bijvoorbeeld op je salontafel. En het zou hier achter op deze kar ook wel leuk staan met een aantal dingen erop. Nepplantjes, je oliebrander. Ik ga het natuurlijk waarschijnlijk gebruiken om eten mooi op te presenteren. Nou, met die transitie gaan we door naar nog meer items voor in de keuken. Allereerst deze super mooie grill. En ik wilde altijd al zoiets hebben. Want het leek me heel leuk om met de feestdagen te kunnen gourmetten of fondueën. Super typisch. Dat deed ik ook altijd toen ik nog bij mijn ouders woonde. Maar nu woon ik samen en we hadden nog niet iets in die richting. En nu hebben we dus een hele mooie bamboegril. En wat ik mij net ineens bedacht, is dat het mij vet leuk lijkt om hier een mukbang mee te filmen. Dat ik gewoon dit op tafel zet. En dan van alles en nog wat misschien eten op aanraden van jullie hierop kan grillen en kan eten. En let me know als het jullie leuk lijkt. Maar ik vond het heel erg mooi dat hier zo'n bamboe frame omheen zit. En het schijnt dat het echt super makkelijk werkt. Dat je gewoon dus die grill eruit kan halen. Dan heb je dat opvakmakje wat je schoon moet maken in die grill. En dat het eigenlijk maar uit drie grote onderdelen bestaat. En natuurlijk de temperatuurregelaar. Klinkt als iets wat ik wel aan kan. Nog iets waar ik heel enthousiast over ben, waarmee je eten kan maken, is deze panini grill. Het lijkt me zo heerlijk om hier bijvoorbeeld tosti's onder te maken. Of inderdaad paninis. Hier staan onder in die kleine plaatjes ook nog dat je er champignons op kan doen. Of bijvoorbeeld hamburgers of ander vlees. Ik dacht panini grill, daar ga ik natuurlijk paninis en tosti's op maken. Maar ik ben heel erg benieuwd wat ik hier allemaal mee ga bereiden. Mocht jij nog tips hebben voor recepten of zo, laat het ook zeker weten in de comments. En ik heb de laatste keuken opgeruimd, dus ik hoop ook dat er plek is in de keukenkastjes. Maar dat moet vast en zeker goed komen. Dan heb ik nog deze appelbeschermer. Ik weet niet precies hoe dit heet. Maar ik wil altijd appel meenemen. Dan zitten er altijd plekken op, omdat het in mijn tas tegen van alles aanknalt. En dan hebben ze dus van die bruine plekken die niet zo lekker zijn. Dus daarom leek dit me echt vet handig. Volgens mij heeft Xenos deze in meerdere kleuren. En hij is best wel groot. Dus mijn appels moeten er vast en zeker in kunnen. En ook nog voor onderweg heb ik deze lunchbox besteld. Want mocht je dan bepaalde dingen mee hebben waar je bestek voor nodig hebt. Dan heb je altijd al je vork en je lepel bij je. Nou, dan haal je dus dat laagje eraf. Dan kan je hier nog eten in doen. En ik merkte met de lunchbox die ik nu heb, ik gewoon bepaalde dingen niet zo handig mee kon nemen. En bestek paste er nooit in. Als ik zo'n klein lepeltje mee wilde, omdat ik bijvoorbeeld granaatappelpitjes mee had, dan paste dat gewoon niet. En hierin dus wel. Dus dit lijkt me echt super fijn om te gebruiken. En ik vind het kleurtje ook echt heel erg leuk. En dan ben ik heel excited. Want dan is het nu tijd om aan jullie de Xenos home makeover te laten zien. Inmiddels zijn we bij Benny thuis. Super leuk. En we gaan hier de woonkamer een makeover geven. Zoals ik zei, zijn het dus best wel dezelfde items als die we voor ons huis hebben geshopt. Maar het interieur is echt best wel anders. Ik vind het echt super mooi, maar ik ben heel benieuwd hoe we zeg maar dan die items hier komen te staan. Zoals je ziet begonnen we met het bevestigen van de spiegel boven de bank. En letterlijk stap 1 maakte al best wel een verschil. We hadden echt mazzel dat er zeg maar al een haakje hing die we hiervoor konden gebruiken. Volgende stap was alle plantjes in het interieur verwerken. Want we hadden een aantal kunstplanten besteld. Kleine, maar ook een hele grote. This could all be over.
En de welbekende truc om je interieur een opfrisser te geven is natuurlijk de kussens verwisselen. Je kan kussens lopen verwisselen of nieuwe kussentjes kopen en kleedjes. En ja, dat is eigenlijk een kleine verandering, een comfortabele verandering, maar het maakt best wel een groot verschil. Misschien zag je deze plant net al eventjes voorbij komen, maar deze stond eigenlijk in een grote gele pot. En toen kwam Patrick met het fantastische idee om deze in het mandje te zetten. Dit rieten mandje kan je natuurlijk ook gebruiken voor dekentjes of kussentjes in op te bergen of eigenlijk voor van alles en nog wat. Maar het is ook heel erg leuk om hier een plant in te zetten. Ik ben benieuwd of jullie je huis of slaapkamer al herfstproof hebben gemaakt en wat jullie van deze makeover vonden. Laat het weten in de comments. En dan natuurlijk heel belangrijk, wat vond Benny er zelf van? Het ging allemaal best wel snel. En het zijn natuurlijk kleine aanpassingen, maar heb jij zeg maar een favoriet hoekje of ding wat we gedaan hebben? Ik vind die spiegel echt heel vet. En het eerste dat we gedaan. Ja, en die plant denk ik. Echt precies hetzelfde. Het zijn zeg maar mijn favoriete dingen hier in huis. Maar het is wel echt leuk om te zien dat eigenlijk dezelfde items die wij thuis hebben nu hier in het interieur. Ja. En ik vind dat kleed, die wil ik zelf ook. Dat roze kleed dat op de stoel ligt, die is echt super super leuk. Ja. Ik hoop dat je er blij mee bent. Het is natuurlijk de woonkamer, dus ik hoop ook dat de rest er blij mee is. Ik denk het wel. Vond je het nou een leuke video? Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je snel terug bij de volgende video. Doei doei!